In zijn reet. In zijn reet. Serieus. Oh my god, dit wapen is zo episch. Kan ik dat monster ook aanvallen van achter? Ik ben nu te laat. Ik ben nu helemaal te laat. Oh, oh. En hallo beste mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Wolfenstein 2, de Nieuw Colossus. Als je de vorige aflevering hebt gezien, dan hoef ik eigenlijk weinig uit te leggen, maar ik zal het in het kort doen. De bad guy, oftewel de bad girl, vrouw Angel, die heeft mijn grote vriendin onthoofd, Caroline Becker. En hier ligt ze dus zonder hoofd. Gezellig. Ik moest het hoofd ook uiteindelijk gaan kussen, maar dat heb ik niet gedaan. Of heb ik het wel gedaan? Ik weet het niet. Nou ja, ik wil er niet te veel over gaan nadenken. En dit is dan de dochter van die bad girl. Ik noem het gewoon bad girl, dat klinkt vet. En hij heeft last van zijn oor. Waarschijnlijk heeft hij te lang getelefoneerd, waardoor de stralingen via zijn oor naar zijn hoofd zijn gestroomd. En nou ja, we laten hem gewoon even met rust. Ik heb ook een power suit armor pak ding aan. En ik kan stompen. Zo. Dus dat is vet. Ik zit normaal in een rolstoel, maar dit keer hoeft het niet. En daardoor gaan we verder met onze power suit, power armor suit, verder het level in op zoek naar vrouw Angel. Want ze was ontsnapt en ja, dat is natuurlijk niet goed. Hè? Dat is natuurlijk niet goed. Wat hebben we daar? Een axe. Oh, een fire hatchet. Dat komt goed van pas. Kijk, hij doet er zelfs trucjes mee. Hoe awesome. Wauw, ik kan er echt. Ik kan zo in het circus, dames en heren. Ik kan zo in het circus. Ik denk dat we met die hakbel dit ding moeten kapot slaan. Of in ieder geval, dat kan natuurlijk ook. Op een hele normale, rustige manier. Wat krijgen we hier? Oh jee, ik ben altijd bang als ik door deze smalle gaatjes aan het kruipen ben. Door die gangetjes, dat ik dan in één keer naar beneden val. Maar ja, het is geen Evil Within 2. Dat we in één keer een vrouw staat met 15 koppen en weet ik het allemaal niet. Oeh, daar is een meneertje. En ik denk dat we gewoon even hem van achter aanvallen met deze. Oeh, dat was smerig. Nog net niet dat ze ingewanden hier liggen. Maar heb ik nou een nieuwe wapen? Of is dit nou. Wacht even. Nee, volgens mij is dit hetzelfde wapen. Ja, ik dacht het wel. Oh, daar zie ik van die hakenkruis erop. Wauw. Ja, Call of Duty was volgens mij een beetje tegen hakenkruizen. Waardoor ze dat ook uit het spel hebben verwijderd. Maar Wolfenstein, die heeft zoiets van, joh, een hakenkruis hoort bij de Tweede Wereldoorlog. We gaan het gewoon erin gooien. Ja. En met name ook de Ku Klux Klan zit erin. En ik heb zo het gevoel dat ze gewoon een hele vette game hebben gemaakt. En dat we gewoon gaan genieten van dit spel. Heb ik nou andere wapens? Nee, ik heb gewoon twee wapens. Een pistooltje. En waarom kon ik hier naartoe eigenlijk? Hebben we hier een secret? Er zitten ook collectibles namelijk verspreid over het level. Dan praat je over believen. Je praat over gold. Gold zit er altijd in elke Wolfenstein game zowat. Nou, we moeten hier doorheen. Nou, we gaan verder. Het is ook een beetje puzzelen. Mensen denken van het is alleen maar schieten en het is geweld en bloederig en dat soort dingen. En naast iets afknallen, maar het is natuurlijk ook gewoon puzzelen. Signaal detected. Oh, dat is teruggekeerd. Wauw. Nou, commanders. Commanders zijn zeg maar hogerop mannetjes, om het zo te noemen. En die lopen hier rond. En je ziet dus 23 en 11. Ik denk dat dat de meters zijn. Daar staat de eerste kolonel. Hij is een beetje aan het gamen, zie je het? Aan die computers. Maar we pakken hem. Wow! Zo. Dat was de eerste kolonel. En als het goed is, moeten we niet te veel geluid maken. Als we dat doen, dan worden de andere mensen allemaal een soort van gewaarschuwd van, hey, er is hier iemand die je niet hoort. Dus vandaar. Ik moet nou een soort van herrie gaan maken. En ik hoop niet dat ze het horen. Oh! Was dat te veel herrie? Nou, ja. Oh, nee. Ze hebben me niet gehoord. Ja, shit. Ik had het niet op die manier moeten doen. Nou, dan moet op zoek naar die kolonel, meneer. Die hogerop mannetje. En waar zit hij precies? Zoeken. 35 meter. Ik denk dat hij die kant op is gegaan. Moet uitkijken voor al die andere vijanden. Die staan hier allemaal te schieten natuurlijk. Ik heb nou wel armor aan. Dus ik denk dat ik ook wat sterker ben dan eerder. Want in de eerste aflevering zag je dat ik heel snel dood ging. Zo. Dat was smerig. Ik heb natuurlijk nu een hakbel. Dat ben ik vergeten. Ja. Heerlijk, jongens. Oké, waar is die kolonel? Ik noem hem gewoon meneer de kolonel. Dan schieten we headshots. Dat kan natuurlijk ook. Heel veel vijanden in één keer, joh. Ja, als je dat hebt geactiveerd, dat het alarm afgaat, dan komen er heel veel vijanden. Dus je moet eigenlijk in stealth modus op zoek. Voor mij is dat. Ja, dat is hem geloof ik daar. Ja, wacht even. Ik aim helemaal niet goed. Is hij nu dood? Ik weet het niet. Voor mij leeft hij. Ja, nu is hij dood. Oké. Nou, dat is mooi. Er komen in ieder geval geen extra vijanden meer. Althans, dat hoop ik. Ik word toch wel beschoten aan de achterkant. Oh, jongens. Dat gaat niet goed. Hij is nog levend. Ik pak hem even. Yes! Oké. Hij leeft nog steeds. Er komen nog steeds meer vijanden. Ik ga nu even wegvluchten, want ik heb bij.
Ik had weinig leven en ik dacht, ik ga dit gewoon halen. Maar helaas, ik moet dus waarschijnlijk, als ik dit allemaal opnieuw moet doen, moet ik even een andere manier vinden om dit op een veilige manier aan te pakken, zeg maar. Oké, we zitten hier bij het begin. Ik ga naar beneden. Nou, die eerste kill, die kan je eigenlijk heel gemakkelijk doen. Kijk, je gaat naar hem toe. En dan is het gewoon klaar. Weet je, deze hoef je niet meer druk om te maken. Maar die andere vijanden, die zitten natuurlijk beneden. En als ik hier naar beneden ga, dan maak ik herrie en dat is niet goed. Dus we moeten eigenlijk op zoek naar die andere meneer. En waar zit hij? Ik denk daar ergens achter. Maar er is een dichte deur. Dus hoe moet ik dit gaan aanpakken? Ik kan hier trouwens naar beneden. Dat is misschien wel handiger. Zitten er ook vijanden? Ik weet het niet, maar ik laat me gewoon vallen, denk ik. In de hoop dat ik geen herrie maak. Nee. Gaan we heel sneaky naar deze soldaat. Kijk, en dit is dan eigenlijk de tweede manier. Je kan het spel op twee manieren spelen. Dat is op de eerste manier op de Rambo manier, wat ik deed. Wat ik ook heel graag doe. Maar je kan het ook op een hele veilige manier spelen. Dat is dus gewoon lekker sneaken. Achter zo'n vijand die zit te gamen of de computer. Ik weet niet wat hij doet daar. Beetje dingen controleren. En daar zit de volgende. Oh, heeft hij me gezien? Ik hoop het niet. En daar hebben we dan de vijand. Of in ieder geval de kolonel. Hij gaat me niet zien. En anders is het... Oh! Quick kill, commander! Ik ga nu herrie maken, want de commander is dood. En ik kan geen signaal meer geven aan de andere mensen. Maar er komen natuurlijk wel vijanden. Maar die horen daar gewoon standaard te komen. Uitkijken, want ik moet echt een beetje gaan schuilen. Of een beetje, in ieder geval, goed schieten en schuilen. Dat is denk ik het belangrijkste. En het spel staat gewoon op very easy. Dus ik denk dat dit gewoon een heel moeilijk spel is. Als je hem op een moeilijke difficulty zet. Op een moeilijkheidsgraad. Nou, wat hebben we hier nog voor spulletjes? Altijd even om je heen kijken of je dingen kan meepikken. Zoals ammo, zoals armor, dat soort dingetjes. Ammunitie is het belangrijkste eigenlijk. Nou, ik heb nog genoeg. Ik heb nog voldoende. We kunnen naar boven. En ik kan er naar beneden. Ik ga toch even boven kijken wat daar is. Misschien zit er wel een collectible. Zoals een brief, zoals ik al eerder zei. We kunnen hier ook eventjes lopen. Wat hebben we hier dan? Een kratje met ammunitie. Loop ik even verder. En armor. Nou, we hebben alles al maximaal bereikt. Dus we kunnen even kijken naar de andere kant. Want daar is ook... Oh, kijk eens even wat we hier vinden. Ik ga er eens even doorheen. Misschien dat we wat anders vinden hier. Ik vind armor en niks voor de rest. Oké, dat is jammer. Nou ja. En we kunnen hier nog doorheen. Misschien dat daar nog wat zit. Nee, dan kom je hieruit. Oké. Nou ja, en zo moet je eigenlijk de leveltjes een beetje doorzoeken en puzzelen. Hoe en wat. Ik kan daar naar achter lopen. Hier is het een beetje dood. In ieder geval, er lopen geen vijanden. Oh, ik heb het allemaal vermoord. Hakenkruis. Hier gaan we doorheen. Het is wel leuk, ik speel het spel voor het eerst. Dus het is voor mij ook gewoon helemaal uitzoeken hoe en wat waar ik naartoe moet. Maar het voelt nu al heel erg anders aan dan deel 1. Je merkt dat deel 1 echt gewoon een beetje moest zoeken waar de game naartoe moest. En deel 2, ze hebben gewoon de feeling. Ze weten gewoon wat de fans willen. Ze weten gewoon wat ze zelf willen. Ze willen gewoon een hele vette game maken, een goed vervolg. En dat is hopelijk, ja, dat komt allemaal goed. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als ik de recensies al een beetje lees op internet, dan komt dat helemaal in orde. Ik ga dit overhalen, deze schakelaar. Er gaat een deur open. Use grenade to destroy the tank. We moeten iets vernietigen. En ik moet dus eerst even op zoek naar granaten. En ik denk dat ze hierin zitten. Ja, handgranaatjes. Ik heb ze opgepakt. We kunnen ook hier naar beneden. Wat is hier dan? Oh, daar wil ik niet inkomen. Er is net een deur open gegaan. En ik geloof dat dat deze deur is. Ja, we moeten deze tank even laten exploderen. Dus ik gooi gewoon een granaat naar binnen. Ik weet niet hoe ver ik moet vluchten, maar ik zal wel een beetje naar achter gaan. Oh, exit the armory. Ik denk dat ik hier doorheen moet gaan, is het niet? We vallen naar beneden. Ik zag het niet goed. Er liggen nog allemaal spulletjes. En als het donker is, kan je dat heel goed zien doordat het een beetje licht geeft. Oh, vijanden. Vijanden, broadcasting alarm. Er heeft iemand mij gehoord of gezien, weet ik het allemaal niet. Ik moet heel erg gaan uitkijken natuurlijk. Wat ligt daar? Ammunitie. En vijanden. Kijk eens even. Ze komen allemaal naar me toe. Ik schiet wel even hun door het hoofd. Dat is het beste natuurlijk. Headshot kills. 15 van de 25. Kom maar op met die achievements. Als een spel leuk is. Dat is altijd eigenlijk. Dat zit een beetje te. Wow. Oké. Hallo meneer. Hij stond gewoon mij op te wachten. Wat een viespeuk. Oh. En hij liet ook nog een scheet. Jeetje. Dat was flinke nassie. Met harde papers. Wat hebben we hier dan nog? Hé. Hey, een ander wapen. Dat is heel ver. Oh, kijk uit, kijk uit. Ik heb een ander wapen. Dat ziet er goed uit. Schiet hij ook wel beter, dat hoop ik. Maar in ieder geval, ik heb als een game goed is, de neiging van... Ik ga... Oh, hallo.
Ik ga zeg maar alle achievements halen. Maar dan moet ik hem ook op de moeilijkste graad uitspelen. En ik denk dat dat heel veel stress gaat opleveren. Ja, dat is ook weer niet goed. Uitkijken. Daar zit er één heel smerig te doen. Heel smerig te verstoppen. Van ja, ik heet... mijn bijnaam is ook meneer Smerig, zeg maar. En wat is daar dan? Er beweegt iets. Ik weet niet wat. Maar er komen nog altijd vijanden. Ik weet niet... Het lijken net mijnwerkers, joh, met dat lichtje op de hoofd. Oké, die is vermoord. Daarachter zitten ook nog weer vijanden. Volgens mij is dat ook de bad guy. Of in ieder geval de bad guy. Ik noem het gewoon bad guys. Ik weet niet, gewoon een sergeant. Ja, een sergeant klinkt best wel vetter eigenlijk. Een hogerop mannetje klinkt weer zo. Nee, dat klinkt helemaal niet, hè. Nederlands klinkt sowieso niet. Ja. Waar moeten we heen? Akerkruis. Ik denk, hier kwamen ze vandaan. En daar staan ook de stippeltjes aangewezen. Maar ik denk dat de makers willen dat ik ook nog een beetje ga zoeken. Dus ik ga eens even boven kijken op de verdieping. Misschien dat er wel nog iets ligt. Of een brief. Of weet ik het allemaal niet. Even kijken. Kunnen we hier... Nee, dat wordt te smal. Daar pas ik niet doorheen. Nou, hier vinden we dus helemaal niks. Jammer. Ik heb het gevoel dat die collectibles echt heel goed verstopt liggen. Want ik heb er maar een paar gevonden. Ik geloof nog maar 2 brieven. Misschien dat er ook nog maar 2 brieven maximaal in het spel tot nu toe te vinden zijn. We kunnen daar naar beneden. Ik weet niet wat hier is. Niks. En kan ik even kijken? Het lijkt een beetje op een groot schip of zo. Of een vliegend schip. Een zeppelin-achtig. Komen nog meer vijanden? Hallo! Ik kom van vrouw Engel. En ze is als het goed is daarheen ontsnapt. Oh! Yes! Zijn arm eraf. Het is wel smerig. Het is inderdaad 18 plus het spel. Dus heb je zoiets van, ieuw, dit is een beetje te smerig. Dan kan je altijd wegkijken. Maar ja, het zal natuurlijk nog wel smeriger worden in het spel. Wat hebben we hier? Release Eva's hammer. Oh, het schip zinkt. Maar er zit toch die gast op? Oh, oké. Oh, dat is vet gedaan. Alleen... Er zit een vriend op die boot. En dat is natuurlijk niet helemaal... Dat je denkt van... Goed. Goed nieuws, zeg maar. Klein beetje op de Titanic. Ik heb gisteren toevallig Titanic gekeken. Dus dat is wel best wel creepy dat ik nu in één keer een zinkend schip... Oh, het is een onderzeeër. Of niet? Oh, tuurlijk was onderzeeër. Goedemorgen. Yes. Maxje leeft. Het is een groot kind, maar het blijft toch wel een heel gaaf personage. Die gewoon... Ik weet niet of hij het gaat redden tot het einde van het spel. Ik heb het gevoel van niet, maar dat zien we later wel. Ik hoop het natuurlijk niet. Dus ik hoop niet dat ik het later zie. Oh, hij heeft ook zijn hoofd zo ingedeukt, zie ik nu pas, joh. Of in ieder geval, dat valt me nu pas op. Kijk dan, joh. Hij ramt heel dat ding kapot. Zo, het lijkt een beetje op Dead Space. Dat kostuum dan, zeg maar. Return to Hangar Bay. We gaan weer terug. Lopen, 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 lopen. En waarom krijg ik geen ondertiteling? Ik wil even kijken, want meestal dan heb ik ook, zeg maar, ondertiteling. En dan kan ik zeggen zien wat hij allemaal zegt. Al, subtitles. Ja, ik heb alles staan, dus oké. Nou, dan gaan we verder. Oh! Dat is een of ander, weet ik veel wat het is. Maar ik ga granaten gooien. Waar is die, waar is die? Hij is daar naartoe gelopen. Ja, granaatje, granaatje. En, wacht even. Nog eentje. Lopen. Oké, dit is spannend. Dit is heel spannend. Wat kan ik hier opladen? Ik weet het niet. Maar is die niet vernietigd al? Nee, hij loopt nog. Terwijl hij leeft nog. Het zijn van die sterke vijanden natuurlijk. Ja, er is wat kapot. En als het goed is ontploft hij. Meestal ontploffen die monsters door die tanks op de rug. Maar dit keer blijft hij leven. Maar ik pak wel lekker even zijn wapen af. Kijk eens jongens, wat een bazenwapen joh. Zijn armor kunnen we pakken. Ja, waar kunnen we nu naartoe? Ja, daar zo. Nou, dan lopen we daar naartoe met een fantastisch wapen. Dus waarom ook niet? Kunnen we hier doorheen of moeten we dit gewoon kapot maken? Wow! Holy, dat is sterk. En kan ik hem hier dan opladen? Dat zou mooi zijn. Ja, hier kan ik hem rechargen. Nou, goed om te weten. Oh my god, dit wapen is zo episch.
en sterk. Dus, en hier kan ik hem weer opladen. Dus ik denk dat ik hier gewoon heel goed sta. Ik blijf hier gewoon lekker een beetje chillen. Hebben we nog meer vijanden? Ja, let op. Oh, het duurt ook even voordat hij opgeladen is. Maar dan verbranden die vijanden ook gewoon helemaal tot as gewoon. Moet je kijken. Schitterend. Oh, die leeft nog. Wauw, hoe heeft hij dat overleefd? Daar zit de achternet. Vies. Out of ammo. Teruglopen, teruglopen. Ja, kom op, kom. Schieten, schieten. Ik heb geen ammo. Shit, shit. Ik snap meestal een ding niet. Dat is zeg maar... Kan ik dit kapot maken ook? Wow. Oké, er zitten ook allemaal spulletjes in. Wauw. Misschien kan ik met dit wapen wel naar bepaalde plekjes wat ik normaal niet kon. En dat ik dan misschien wel, collectibles vind. Dat zou kunnen. Hé, kan ik daar ook in? Het is wel heel smal, maar ik kan het proberen. Oh nee, dan kom ik hier uit. Oké. Nou, daar gaan we weer hoor. Zo. Laat maar komen hoor, laat maar komen die gasten. Kijk hoe smerig dit is. Oh, dit is zo heerlijk om te zien. Smerig en heerlijk tegelijk. Nou, we hebben weer wat leven erbij, dat is mooi. Oh, er komt ook leven vanaf, zie je dat? Waarom komt er leven vanaf? Heb ik iets gedaan? Komt het door dat ding? Nee, er gaat gewoon continu leven vanaf. Ik weet niet wat het is. Zie je, het loopt helemaal terug. Ben ik aan het bloeden of zo? Het is echt vreemd. Nou, goed. Dan loop ik maar gewoon door. Kijk, het zakt gewoon naar beneden. Ik weet niet wat het is. Heel vreemd. We moeten hier naartoe. Misschien gaat dit wel op tijd. 50%. Ik ga naar 50% leven. Misschien moet ik met abilities. Of in ieder geval als ik ga levelen. Dat ik dan zeg maar mijn leven omhoog kan krijgen. Maar dit is wel heel weinig. Signaal detected. Dat is natuurlijk helemaal niet goed wat ik nu heb gedaan. Even wachten. Het wordt ook in één keer een stuk moeilijker in het spel. Je merkt dat dat is echt... dat je echt deel 1 wel het beste moet spelen om dan... Oké, dit is echt vreemd. Echt, ik moet zo voorzichtig zijn. Kan ik dat monster ook aanvallen van achter? Ik ben nu te laat. Ik ben nu helemaal te laat. Dit is pijnlijk. Dit is heel pijnlijk. Au. Oké. Ik ben weg. Uitkijken, want die dingen kunnen ontploffen. Maar als die hier komt, kan ik natuurlijk daarop schieten. En dan is die ook sowieso verlamd. Nou ja, verlamd voor een gedeelte dan. Kom maar. En pets. Oei, dat vond hij niet leuk. Ik denk dat ik dit spel gewoon wel tactisch moet gaan spelen. Want ik denk als ik ga rushen dat het gewoon niet goed gaat. Er staan ook zoveel vijanden daar. Ik weet niet of je het ziet, maar... Oh mijn god, er komt gewoon nog zo'n roze, nog zo'n bad guy. Ik heb ook geen granaten meer. Hoe moet ik hem dan vermoorden, joh? Alleen maar met mijn kogels. Dat wordt best wel pittig. Oh jongens, hij komt ook mijn kant op. Ik weet het echt niet. Welke kant moet ik opgaan? Ik kan geen kant meer op hier. Wacht, ik kan niet naar beneden. Ik weet niet of dat het beste is. Oh, er staan nog meer vijanden hier. Dat wist ik niet. Het wordt in één keer een stuk drukker. Hallo. Ben ik nu weer buiten? Oké. Ik ren nu maar gewoon daar naartoe. En er zit ook een bad guy. Oh, het zijn allemaal bad guys. Uiteraard. Oké, uitkijken. Daar zit nog iemand. Ik ben aan het schieten. Ja, dit gaat de goede kant op. Althans, dat hoop ik. Alleen, waar is dat goede heavy wapen ding wat ik gebruikte? Oh, daar zit ook de vijand. Yes. Dat was de... Ja, hoe noemden we hem ook alweer? De ik activeer iedereen om me heen mannetje. Dat is misschien een leuke naam. Ik weet ook niet of je alle personen moet vermoorden. Want open the door. Nou, gaan we eens even doen. Kijk, nu heb ik heel veel vijanden niet vermoord. En dat geeft in principe niet zoveel. Oh, wacht even. Heeft hij me gehoord? Shit, ze hebben me gehoord. Jammer dit. Dan doen we het gewoon op deze manier. Ik vind het wel echt smerig. Echt vet gedaan. Smerig vet. Overcharged kill. Oh, er komt nog... Waarom zijn er zoveel van die gasten? Dat is echt niet normaal. Moet je kijken, man. En hoe moet je dat ontwijken dan? Gewoon af en toe schieten. Ja, ik schiet meer raak dan hun mij natuurlijk. Dat scheelt alweer. Ja. Oké. Dat ging goed. Dus kijk ook hoeveel spullen ze droppen. Die kan je allemaal oppakken. Kan je allemaal gebruiken. Heerlijk. Je ziet ook allemaal van die icoontjes. En dan zie je precies waar de collectibles liggen. Dus die heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Dat is heel fijn om te hebben. Alleen je moet af en toe dan even overschakelen naar de map. Maar als het goed is, moet hier dan ergens in de buurt... Oh, ja, er ligt wat. Ik weet niet wat, maar dat kan ik dus oppakken. Oh, dat was gewoon, dat was geen collectible. Dat ook niet. Als het goed is, ligt het hier ergens in de buurt. Even zoeken. Ik druk nog even op de mission map. Oh, ik heb het opgepakt. Oké, het zijn dus voorwerpen ook, onder andere. Nou, dan kijken we hier nog even, want hier ligt ook wat. Kijk, er ligt een brief. Een noot. En ik weet niet of dat meetelt bij de collectibles. Ik denk het wel. Dus ik ga gewoon verder kijken. Dit is echt heel makkelijk dat dat erin zit. Ik ontdek het nu pas. Wat hebben we hier dan? Een wapen. En hier moet als het goed is ook wat spulletjes liggen. Ik weet niet precies wat dan. Maar ik zal nog even op mission kijken. Ja, ik heb het opgepakt blijkbaar. En daar ligt ook nog wat aan deze kant.
Volgens mij pakt hij ook, zoekt hij ook gewoon armor die je kan oppakken. Kijk maar. Ja, zie je het? Gewoon alles wat je kan vinden. Collectibles of maakt niet uit. Hij pakt het allemaal mee. Nou, aan deze kant zit ook nog wat. Daar moet ik trouwens ook naartoe. Dus dat komt mooi uit. Nou, wat hebben we daar dan? Even select weer klikken. Ja, dat is wel vervelend dat je ook weer moet overschakelen naar de map. Maar daar moeten we ook heen. Dus we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Open hangar door. Daar zitten ook guys, maar die zijn de good guys. Die, oké. Die horen bij mij. Wow, hallo. En dat is 1, dat is 2. Is die dood? Ik weet het niet. Oh, ik heb dat hele ding kapot gemaakt. Vet. Oké, let's get out of here together. Gaan we in dat ding? Met die vrouw, met die dochter. Oké. Nou, gezellig. Kan ik er ook in, joh? Wat? Mag ik er niet in? Ik wou dat zeggen. En een filmpje. Oh ja, natuurlijk even stilstaan bij... Ach, wat gaat hij doen? Meenemen? Het zou vet zijn. Heel erg liguber. Als haar hoofd van die dochter wordt afgehakt. En op dat hoofd, op dat lichaam van die meid gezet, zeg maar. Nee, ik denk niet dat ze zo ver gaan. Zou een beetje raar zijn ook. Oh jee, ja. Dan komt hij natuurlijk met haar uit dat... Ja. Ja, dat gebeurt er als je te veel hoeden op je plank neemt. Als je te veel chippies eet, dan krijg je dat, joh. Nou ja, laten we dit moment niet even gek maken. Even prutsen. Mooi gedaan, dit. Hij kijkt echt niet vrolijk. Heerlijk. Iedereen is welkom, behalve nazi's. Oftewel, die vrouw is niet helemaal welkom. En daar is mijn vrouw dan. Jeetje, dit ziet er zo vet uit. Wat gaat er gebeuren? Worden we aangevallen? Dat accent van die vrouw is zo vet, joh. In your boat! Gebruik zijn ex weer. Wat? Gaat hij nu met zijn handen doen? Nee. Ik kan het zeggen. Oh, gaat hij met zijn wapen doen. Oké. Wow. Oké, we hebben een nieuw wapen, de dieselkraftwerk. Zo, die ziet er echt heel chic uit. Maar wel heel ingewikkeld. Maar ik denk dat het wel, naarmate ik verder kom in het spel, dat ik wel een beetje weet hoe dit wapen gaat werken.
Het is wel iets heel nieuws. Gaaf. Wat kunnen we hier doen? Oké. Okay. Ik denk dat we gewoon wel proberen fire. Oké, okay. Wat is dat? Gaat het exploderen of zo? Ik weet het niet. Ik kan het ook oppakken. Dus ik denk dat ik gewoon kan plaatsen. En met LT... Oké, okay. Dat is toch echt wel heel vet. Dat is echt super vet. Ik kan dus bommen. En ik denk dat ik ook wat andere dingen kan doen. Ik weet alleen nog niet wat. Maar dat vinden we later wel uit. We moeten naar section F. Want daar zijn dus problemen. Althans, daar hoorden we geluid vandaan komen. En we zitten nou echt in die submarine nog steeds. Waar het spel begon, we zitten nog steeds hier. En kunnen we al wat vinden? Ik zie er wel wat wapens liggen. En hier liggen ook nog spulletjes. Het is meer afval natuurlijk. Goed kijken hoor, naar beneden. Want misschien vind ik al vijanden. En die kan ik dan misschien al vermoorden. Ik bedoel, oh, wat ligt daar? Een pak met melk. Lekker. Kan ik hier nog wat vinden? Niks te zien. Het is veilig. Wat? Oké, okay, daar ontplofte wat. Kunnen we daar nog even kijken wat hier is? Nee, alleen maar vuil. Dat is een bad guy. Lopen hier dus al nazi's rond, zeg maar. Zal ik hem schieten? Kijk, die zit nu in zijn reet. In zijn reet. Serieus. Oh. Dat was toch wel even smerig. Oh, Nazi. Pats. Ik weet niet hoeveel van die... Voor mij heb ik nog 8 schoten. Dus ik moet er wel een klein beetje zuinig mee doen. Aangezien ik het gevoel heb dat dit wapen echt ontzettend sterk is. Wil ik eigenlijk zo min mogelijk... Maar ik doe het nu gewoon, want ik wil het wel gebruiken. Hop. Nee, ik ga een andere wapen gebruiken, want deze is ook wel heel lekker. Heel lekker. Kijk, zo. Ze bukken gewoon, kijk dan. Of in ieder geval, ze duiken gewoon om je te kunnen schieten. Dat is echt heel vet. Ook andere vijanden. Wat minder verkleed, zeg maar. Wat is dit dan? Oh, een collectible. Een map. We hebben weer iets gevonden. Wat loopt nou? Ik hoor allemaal explosies. We gaan eens kijken in de map. En ik vind daar een foto. Ik weet ook niet of een cameraatje lijkt een beetje op een wasmachine of zo. Maar daar, ik weet niet hoe ik daar in kom. Ik denk dat ik daar al ben in geweest. We gaan nu rechtdoor. Wat kan ik trouwens met dat dartboard doen? Helemaal niks. Nou ja, jammer dan. Het zou vet zijn als ik die dartpijlen kon oppakken en kon gooien naar die nazi's. Maar nee, dat kan waarschijnlijk niet. Wat ligt hierin? Oh, ammo. Handgranaatjes. Heel verstandig om die eventjes voor mij neer te laten leggen daar. Wat krijgen we hier dan? Wat is dit? Oh, ligt hij te slapen? Oh, oké. Okay. Ik hoor nog steeds allemaal explosies. Ik weet niet waar het vandaan komt. En weer allemaal ammunitie. Wat hebben we hier dan voor spulletjes? Kan ik die kratjes kapot maken? Ja, kijk eens wat erin zit, dames en heren. Dat wil je toch meenemen? Daar word je toch gelukkig van, of niet? Nou, lopen we eens even hier naar boven. Wat hebben wij hier? Ik zag net wat rood, maar dat komt omdat je dit kan kapot schieten, zeg maar. Ter ontploffing. We lopen maar gewoon door. Vijand! Hap, hap, zo! Overcharge kill. Die zijn ook heel goed, hè. Die werken altijd lekker. Dat krijg je als je leven, zeg maar, boven de zoveel headshots 30 van de 50. Dat gaat ook lekker. Nou, ik ben goed bezig. Goed op weg. En moet ik ergens hieronder gaan? Of moet ik ergens gaan... Even kijken, hoor. Dit is weer zo'n puzzeltje. Moet ik hier langs gaan? Dat kan dus niet. Moet ik hier kruipen? Ik probeer, zeg maar, een beetje rond te gaan sluipen. Maar moet ik hier dan naar boven? Dat lukt ook niet. Even kijken, hoor. Dit is toch de enige manier om verder te komen. Dit is weer een vies puzzeltje. En misschien moet ik wel dingen... Oh, wacht eens even. Ik zie daar al wat liggen. Dat is gewoon schiet. Hop! Kijk, die machine wordt in werking gesteld. Hetzelfde eigenlijk wat ik deed toen ik in die rolstoel zat. Oh, we gaan naar beneden. Is dat de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling. En dan springen we eroverheen. Nu kan het wel. Kunnen we dat ook kapot schieten? Ik weet niet wat er gebeurt. Ik doe het gewoon. Nee, er gebeurt niks. Ik vond het wel leuk om te doen. Oh, wat kwam daar naar beneden? Zijn het weer zware nazi's daarboven? Oh! Nee, ik ben zwaar. Ik zeg al niks. Ik ben zwaar. Ik ben zwaar. Ik zeg niks. Jeetje, jongens. Dat is echt niet cool. Voor mij, die boot staat op instort. Of in ieder geval, het loopt hier vol. Het wordt dus echt de tijd, denk ik, nu. Ik vertrouw dat niet, laddertjes. Dan ben ik altijd bang dat er iemand boven je op staat te wachten en zo. Ben ik hier al geweest? Even kijken. Nee, daar kan ik niks doen. Gaaf dit hoor. Heel... Oh! Oké, het gaat goed. Ik ben ergens anders gekomen nu.
Ik weet niet wat hier is te vinden. Nee, ook helemaal niks. Oké, we lopen door. Dit is heel vet gedaan. We glijden naar beneden. En is dit... Oh, kijk nou, alles is met onder water gelopen. Dat is vet gedaan. Kijk dan, joh. Oh. Nee, dit voelt nu echt wel een beetje als de Titanic. Langzaam begint het echt een Titanic gevoel te geven. Maar, wat nou het punt is, meestal onder water kun je ook wel dingetjes vinden, zeg maar. Dan heb ik het er weer over collectibles natuurlijk. Dingen die gewoon licht geven. Nou, ik zie helemaal niks. We gaan weer verder. De trap op. Hier bukken. Naar de volgende scène. Althans, we kunnen weer naar boven en we kunnen weer naar beneden. Maar er is weer een signaal wat wordt gedetecteerd. Dus er lopen weer van die mannetjes rond. Je weet wel, hakenkruis. Oh, blijf veilig, schat. Dat zal ik doen, schat. Alles voor jou en het kind. Oh, daar staat een vijand, maar hij ziet me lekker niet. Daar staat een vijand en hij ziet me lekker niet. Daar is een nazi. Ik kan hem schieten hier doorheen. Hij is nog steeds dood. Hij is nog niet dood. Is hij dood nu? Nee, nog steeds levend. Nu is hij dood. Oké, één is... De andere moet ik zoeken. Waar zit hij? Ook niet bij dat ontploffing ding. Hoi! Ik vind die X is echt fantastisch. Dat werkt heerlijk. Die moet je veel gebruiken. Oh, nog een vijand! Waar is die andere... Oh! Uitkijken, uitkijken. Jongens en meisjes, waar zit nou die bad guy? Waar zit hij? Nog steeds is er een alarm. Broadcasting alarm. Waar zit hij, man? Waar zit hij? Ja, hier ga ik de goede kant op. Hier moet hij toch wel in de buurt zitten dan? 6, 5, 4. Naar boven. Zit hij misschien boven dan? Ja, daar zit hij. Door zijn hoofd. Nou, mooi. Hawaii spak in der Sonne. Ik ken dus totaal geen Duits, maar oké, we hebben een brief gepakt. En nu kunnen we naar boven en er is weer een nieuw signaal. Dus we moeten er even uitkijken. Waar zit de bad guy dit keer? Of de sergeant, waar zit de sergeant? Oh, daar zit weer een gast hier. Nou, die heeft dus geen benen meer voor de rest van zijn leven. Althans, het leven wat hij nog heeft en dat heeft hij niet meer. Ik moet die kant op. Oh, daar zitten ook weer vijanden, jongens. Dit is niet goed. Want als ik deze dan pak... Die andere mag dat niet horen natuurlijk. Oké, dit gaat de goede kant op. 20 van de 20. Oh! Nee. Scheiße! Scheiße. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Want waarschijnlijk zit hij hier beneden. Maar ik kan niet echt naar beneden. Ja, ik kan zo wel naar beneden. Maar waar zit hij dan? Het alarm gaat nu af. Je moet eigenlijk nu als de wielen weer gaan zoeken naar die bad guy. Eigenlijk weet ik niet waar ik moet beginnen met zoeken. Althans, als ik nu naar boven ga... Wacht even, als ik kan springen, yes. Dan kan ik in ieder geval hier even gaan kijken. Want dan gaat hij van hier 18, 17, 16, 15. Het komt wel meer in de buurt als ik hier naartoe ga. Voor mij zit hij hier gewoon achter. Oh, wacht eens even. Ik heb een ander wapen nodig. En ik denk dat dat deze is. Hop. Ja, daar is hij. Hallo. Zo. Thank you, William. The Asmat is losing track of us now. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar Enemy Within heb ik nu ontgrendeld. Stop de nazi-signaal voor om Section F. Nou, dat is mooi om... voor mij is dit gewoon... krijg je dit sowieso bij elk dingetje. Oh, dat is echt vervelend. Dit, wacht even. Ik pak toch even dit wapen. Dit is toch wel wat fijner. Nee, niet te veel. Holy moly macaroni. En terwijl ik lig, kan ik gewoon eigenlijk door met schieten. Dat is wel heel vet gedaan trouwens. Nee, die wil ik oppakken. Oh, hoppakee, zo doen we dat. Oh, zo. Holy moly. Oké, de nazi's komen nu heel dichtbij. Maar er is nog een alarm wat afgaat. En ik moet eigenlijk zoeken waar het vandaan komt. Heel erg uitkijken, want er zitten nog steeds heel veel vijanden. Hop, zo, dat was lekker. Althans, het gaf een lekker gevoel. Ja, zeg maar, die officieren hebben allemaal zo'n Enigma-code. Die kan je verzamelen. Dus ik ben eigenlijk een soort van verplicht om... Ieder officier, en eigenlijk ook het liefste ieder poppetje wat je ziet, iedere nazi gewoon af te slachten. Gewoon puur omdat het gewoon moet, zeg maar. Het is gewoon het doel van het spel. Kill all nazi's. Nazi's. We noemen het nazi's. We gaan naar boven, maar dan ben ik bang dat ik mijn wapen moet gaan droppen. Althans, dat was vroeger wel in de oude Wolfenstein. En ik denk dat dat ja, nu weer het geval is, inderdaad. Ik ben mijn wapen helaas kwijt, dus het is allemaal niet voor niets geweest. Maar we gaan gewoon verder met dit wapen. Is ook gewoon goed genoeg.
spulletjes oppakken. Dan gaan we weer naar boven. Weinig collectibles gevonden. Maar ja, ik moet het level waarschijnlijk nog wel een keer opnieuw gaan spelen. Om al die collectibles te verzamelen. Zo ben ik dan ook weer. Gaan we hier naar dit smalle gangetje. En we zitten weer al allemaal... Oh, dat is niet helemaal goed. Nee, loop door, loop door. Yes, niks aan de hand. Oh, ik ben al naar beneden gevallen. Ik dacht dat ik op de goede verdieping nog zat, maar... Wat hebben we daar dan? Knok, knok. We moeten even knokken. Dan krijgen we het filmpje. Tik, tik, tik. Hopelijk zijn het onze vrienden. Ja, mooi zo. Mooi. En daar had ze nog wel een hoofd. Goed. We zijn hier bijeengekomen. Voor, hoe heet ze ook alweer? Het zal erg zijn, hè? Nou ja, ze speelde wel een rol in deel 1 natuurlijk. Grote rol. In de rolstoel. Ze wordt gewoon afgeschoten of zo in een raket. Ja. En ontploft het dan ook nog? Of is dat gewoon een... ik weet het niet. Nou, ze had in ieder geval geen hoofdrol in het spel. En ik zei altijd tegen haar van... Ja, wanneer hou je je kop is? Maar ja, dat is natuurlijk nu... ja. Salvaged some stuff at Jay's, you know, from the old Berlin hideout. Some old recordings and things, just for keepsake. That boy could play the hell out the guitar. Yeah, he liked it loud. I'll see you around later. Later, Captain. Hey, Captain. Go see Sen. He wants to give you a physical or something, you know, just see how you're doing. I think he's in his workshop. Sen, he knows as well as I do what I got he can't cure. Ja mensen, dit was alweer de aflevering voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Laat vooral een duimpje achter. Volgende keer gaan we verder met dit fantastische verhaal. En ja, ik hoop dat je dan weer erbij bent. Doei doeg!